En daar kreeg ik echt buikpijn van. Want ik vond het echt. Ik had enorme medelijden met haar. Ik had enorme medelijden met al die slachtoffers van de toeslagenaffaire die in haar toch wel een soort reddingsboei zagen. En ik heb medelijden met mij als kiezer. Ja. De NPO, laten we voor het mag zeggen, media in het algemeen, die moeten de aandacht voor politici bij de komende verkiezingscampagne evenwichtig verdelen. Wim Bekkers schrijft dat. Hij is oud-hoofd van Kijk- en Luisteronderzoek en directeur van Kijkwijzer. Hij heeft een ingezonden brief gestuurd op de website van het journalistenvakblad Villa Media. Want hij waarschuwt voor het scoren om het scoren. Bart Wijndot, een sympathieke oproep. Ja, ik werd heel enthousiast van zijn oproep om goed na te denken en de regie te pakken. Dat vooral dat element van pak je verantwoordelijkheid als publieke omroep en besluit met elkaar hoe je dit nou eens goed gaat doen, zo goed mogelijk gaat doen. Mm-hmm. En durf ook een beetje te experimenteren daarin. Durf het eens wat anders te doen dan je gewend bent. Durf eens op andere dingen te sturen dan waar je misschien heel erg van uit bent gegaan in het verleden. Maximalisatie van kijkcijfers of weet ik veel. Nou ja, dus probeer eens ieder te jaar ook een discussie van hoeveel zetels en hoe staat iemand ervoor in de peilingen. En ja, op basis waarvan nodig je wel of geen partij uit om mee te doen met die verkiezingsdebatten. Ja, je zou ook een hele frisse benadering kunnen overwegen waarin je zegt van we gaan gewoon met iedereen die een kieslijst heeft ingeleverd het gesprek aan. En we doen dat niet in één uur op één avond, maar we nemen gewoon eens een hele week. Ik wou net zeggen, meneer Wijndot, u weet hoeveel partijen wij in de Tweede Kamer hebben op het moment. Ja, je moet dan wel echt eventjes. Maar als je naar het buitenland kijkt, zie je dat daar echt op een hele andere manier gekeken wordt. Veel meer vanuit. Laten we zeggen, het narratief van die verschillende standpunten. Je kunt gewoon de verschillende standpunten belichten. En daar horen dan partijen bij die misschien op dat moment nog geen zetels hebben, maar die wel een standpunt vertegenwoordigen waar veel dat behoorlijk zal resoneren. Ja, ja. Het is echt leuk om daar gewoon mee te durven experimenteren. Dat is het vooral, denk ik. Ja, dat is het, dat durven. Daar zit het dan ook in. Want je wil natuurlijk ook gewoon dat het goed bekeken wordt. Uiteraard. Ja. Angela, de jongens binnen. Ja. Goedemorgen. Ben je op adem? Goedemorgen, Angela. Ik wilde bijna zeggen van, jongens, niks is erger dan in de file staan, behalve in de file staan die niet genoemd worden op de radio. Oh, ja. En dan ook nog hier een sprintje moeten trekken, waardoor je buiten adem. Ja, vier trappen op. Lang leven sporten, glaasje water per week. En koffie, heerlijk. Het enige probleem is natuurlijk wel dat we 20 partijen hebben. Ja. En daar zijn weinig andere landen die 20 partijen in hun parlement hebben. Maar dan, zeg Bart, dan pak je dus een hele week in plaats van een verkiezingsdebat. Maar dan komen toch die cijfers om de hoek kijken? Dat denk ik ook. En ook wel een beetje, denk ik, wat je van de kijker nog mag verwachten. Ik bedoel, het hoeven ook niet de verkiezingsprogramma's op televisie te zijn die allemaal van A tot Z behandeld worden. Waar het volgens mij veel meer in zit, is dat je het ook dat je ze kritisch interviewt en dat het op een manier gebeurt waar ik er ook echt wat aan heb als kijker. Ja. Als ik bijvoorbeeld gisteravond dat interview neem met Christy Ronge bij Umberto, waarbij net werd gedaan alsof het echt een aspirant Kamerlid is die grote kans maakt om de Tweede Kamer in te gaan. Ja, dan heb ik er niet zoveel aan. Want is gewoon stemvee voor de. Ja, maar zij is natuurlijk iemand die hebben we in de vorige verkiezingsdebatten trouwens wel gezien. Dat zij, dan weet iedereen meteen over wie het gaat, Rutte confronteerde. Omdat zij zelf slachtoffer is van de toeslagenaffaire. En zij had toen best een moment waardoor Rutte zich ook echt ongemakkelijk voelde. Omdat ze echt een hartekreet had. Zij staat nu nummer 29 op de lijst van de SP. Het was ook jouw mediamoment. En ze zat dus bij Umberto. En dat leidde bij jou tot enige frustratie, laat ik het zo zeggen. We luisteren even een fragmentje. Maar zou je wel bereid zijn om die Kamer te stappen? Stel dat het zover komt, je weet het niet. Ik zeg nooit nee, maar ik zou eerst het vak gewoon echt goed willen leren. En ja, dan zou ik het liefst de zetel aan iemand willen geven die de kennis heeft en daarvan leren en eventueel voor werken. Achter de schermen, maar wel in Den Haag. Ja, maar dus wel op de lijst, op een onverkiesbare plaats. Ik denk dat we daar heel realistisch over kunnen zijn. 29 ja, behalve dus bij wat de SP. Gebeurt, omdat ze bekend is dat er best wel eens wat voorkeurstemmen naar haar te kunnen gaan natuurlijk. Ja. Maar dan wil ze ook eigenlijk de Kamer niet in. Nee. En ik zou juist toejuichen dat mensen die gedupeerd zijn door onze overheid, zoals die mensen uit het toeslagenschandaal of andere mensen in Groningen Limburg, noem maar op, de ervaringsdeskundigen in de Kamer komen. Ja, maar waar zat dan jouw frustratie in dit geval in? Dat dus gewoon niet zo is. Ik bedoel, de SP ziet niet in haar een goed Kamerlid. De SP ziet in haar gewoon een manier om zoveel mogelijk stemmen te ronselen. Ja, en om ze weg te trekken bij. Dat vond ik echt ontluisterend gisteravond. Ja. Want er is ook niet geïnvesteerd in een goed verhaal. In haar trainen van alles. Want er kwam een opmerking over het feit dat de SP al jaren en jaren achter elkaar de ene verkiezingsnederlaag naar de andere leidt. Nou, er kwam een antwoord op dat je denkt, had het nou niet gezegd? En daar kreeg ik echt buikpijn van. Want ik vond het echt. Ik had enorme medelijden met haar. Ik had enorme medelijden met al die slachtoffers van de toeslagenaffaire die in haar toch wel een soort reddingsboei zagen. En ik heb medelijden met mij als kiezer. Ja.
Want mij wordt continu voorgespiegeld. Nu gaan we het anders doen. En ik geloofde er ook dit keer weer in. Maar dit neemt jouw vertrouwen gelijk weer weg dan? Absoluut. Het is ook een journalistieke afweging, hè? Of je iemand wel of niet aan dat podium biedt. Daar begint het mee. Maar goed, ja, je kon er natuurlijk op het moment dat het persbericht kwam donderop zeggen dat ze ergens zou opduiken in een talkshow. Maar doe het dan op een manier dat ik er als kijker ook vind dat ik serieus genomen word. Maar dit hangt volgens mij wel aan die oproep van Bekkers, van die Wim Bekkers vast. Die zegt, die komt eigenlijk met de waarschuwing aan de media. Zorg nou dat je niet alleen de populaire politici, nou, dit is dan iemand die op de lijst staat, maar iemand die wel de bekendheid heeft, die het publieke sympathie heeft, dat je die niet alleen aan het woord laat om uit te nodigen. Stavros Souridis, vind je dat een terechte waarschuwing? Is dat een valkuil? Dat je alleen de goed gebekte lui laat horen? Ik kan me het dilemma heel goed voorstellen. Hè? Dus in een tijd van zeg maar een grote, wat politicologen noemen, kiezersvolatiliteit. Hè? Mm-hmm. Dus dat kiezers steeds sneller van... veel zwevende kiezers? Veel zwevende kiezers of van partijwissel. Dus afnemende partijtrouw. Kan ik me heel goed voorstellen dat het dilemma op tafel komt. En dat er over nagedacht wordt. Mij lijkt het eikpunt, een journalistiek eikpunt, maar ik ben geen journalist en ik zit hier aan tafel met mensen die het echt weten. Mij lijkt het journalistieke eikpunt pluriformiteit. Dus krijgen de stemmen die zeg maar, die echt, nou ja, inhoud, substantie, of substantieel van elkaar verschillen, krijgen die voldoende ruimte. En is het niet zo dat er eenzijdigheid ontstaat. En dan niet langs de as van de mensen, maar langs de as van de inhoud. Ja, en als de populariteit daaraan in de weg gaat staan, dan kan ik me voorstellen dat je als journalist zegt, ja, dan maar een iets minder populaire politicus toch maar podium geven. Alleen, ja, maar dan negeer je een bepaalde prikkel bij talkshows en programma's van, als we Caroline hebben, dan blijven mensen hangen, want dat is ontzettend Caroline leuk om echt te kijken. Caroline is echt een kijkcijferkanon. Ja? Dat hoor je van alle redacteuren die je spreekt. Dat is echt onbetwistelijk kijkcijfer. Je kan natuurlijk ontzettend goed op beeld uitleggen, op scherm uitleggen. Ja, maar dan is het wel interessant, want dan begrijp ik, tuurlijk wil je dat jouw programma gewaardeerd wordt en goed bekeken wordt, maar je moet je er toch ook bewust van zijn dat je echt wel impact hebt en dus daarmee ook impact op het stemgedrag van mensen, dus een verkiezingsuitslag kunnen hebben. Ja. Als jij, op basis van wie jij aan het woord laat. Ja. Nee, maar daarom is die oproep ook heel goed. Dat daar gewoon vanuit Hilversum eigenlijk gezegd wordt, denk daar nou beter over na, pak die regie meer en stap over je eigen prikkel heen om altijd degene die het mooist verpakt vooraan zet. Want je hebt gewoon een oververtegenwoordiging. Hè? Geen pluriformiteit, maar juist eigenlijk een versmalling van het aanbod gehad. Dat heb je de afgelopen alle verkiezingen, Provinciale Staten, Europese verkiezingen, maar ook altijd gehad. De discussie die werd gevoerd, Angela bijvoorbeeld, dat we dan het kamp Rutte en PvdA tegenover elkaar zagen. Terwijl linksom daar ook, of rechtsom van linksom of rechtsom van Jeroen Pauw. Omdat dat makkelijk wegkijkt. Nou ja, maar daarvan werd gezegd, dat is voor mensen is geen dilemma. Ga ik linksom of rechtsom? Dat weten ze. Van de Plas of Mark Rutte zo ongeveer. Nee, maar was de battle tussen Rutte en Baudet onder leiding van Jeroen Pauw, was dat dan de grote... Dat was voor de Europese verkiezingen. Klopt. Ja, het was wel de zittende macht. Dus die waren helemaal niet eens verkiesbaar. Nee. En het ging helemaal niet over onderwerpen die in Europa speelden. Nee. Het was een totaal absurde versmalling. Als ik mezelf naga, dan met provinciale verkiezingen, met gemeenteraadsverkiezingen, ze kunnen het zo lokaal of regionaal maken als dat ze willen. Mm-hmm. Maar dan haak ik ook af. Ja, laat ik maar gewoon heel eerlijk zijn. Ja. Dat merk ik bij mezelf ook. Maar dit zijn natuurlijk verkiezingen waarin er best veel mensen die al jarenlang hebben meegelopen afscheid hebben genomen. Dus we gaan sowieso veel nieuwe mensen zien. En dan is natuurlijk de vraag van hoe ga je dat dan evenwichtig verdelen? Mensen die nu in de peilingen er heel slecht voor staan. Een CDA bijvoorbeeld of een D66. Maar nog wel op basis van zetels grotere partijen zijn. En andersom, nieuwkomers die nu maar één zetel hebben, maar voor heel veel in de voorspellingen staan. Ja. Nou ja, hoe ga je het wegen? We hebben natuurlijk ook vaak genoeg gezien dat als dan een zender of een omroep een debat wilde organiseren met meerdere partijen, maar dan een keuze maakte en een toch betrekkelijk grote partij, omdat die op verlies stond, negeerde, dat dat ook weer gedoe opleverde. Ja, het is best lastig. Idealiter zou je moeten zeggen, de publieke omroep is een afspiegeling van de maatschappij. Daar zijn alle groeperingen in vertegenwoordigd. Dus die moeten wel degelijk alle partijen. Dus je zou eigenlijk zeggen dat het van dat het gewoon in het systeem ingebakken zit, dat alle partijen genoeg aandacht krijgen. Ja, en dan gaat het via debatten. Nieuwsuur heeft natuurlijk alle partijleiders geïnterviewd. En dat waren kritische gesprekken die zijn gevoerd. En zo ook nog hebben ze die staken er echt met kop en schouders bovenuit. Dat zou werken. Dan willen ook weer niet iedereen. Komt ook weer niet iedereen. Nee. Want daar zit je natuurlijk ook nog mee. Klopt. Maar die afspiegeling zou werken als er inderdaad niet sprake zou zijn van die volatiliteit die jij noemde. Het is gewoon op dit moment niet een één-op-één relatie. Het is niet zo van, VPRO, dus Partij van de Arbeid. Dat bestaat helemaal niet meer. Overigens, en wat Angela de Jong net zei, is dat, zeg maar, die noemde Caroline een kijkcijferkanon, maar het is ook een
stemmenkanon. Ja. Ja. He, dus het loopt ook nog eens een keer gelijk op. Wat is de kip en wat is het ei? Is het een stemmenkanon omdat ze heel veel zendtijd krijgt? Of krijgt ze veel zendtijd? Ja, het blijft een onmogelijke discussie. Het is moeilijk, hè? Ja. En als ik heel eerlijk naar mezelf kijk... als ik dan moet kiezen tussen weer Caroline van der Plas... de vierde avond op rij... of, nou ja, noem iemand die er van de week zat, Laurens Dassen... kijk ik toch liever naar Caroline van der Plas. Ja, maar dat zou je, moet je journalistiek toch echt wel opzij zetten, toch? Ja, en toch aan de andere kant... je hebt als programmamaker ook weer te maken met het nieuws van de dag. En dat zijn dan toch weer de kopstukken vaak die het bepalen... en de usual suspects. Maar dat is ook nog een interessante. Het nieuws van de dag. We hadden van de week hier ook iemand van het Sociaal Cultuur Planbureau... de directeur, zegt alsjeblieft stop met dat nieuws van de dag. Ga politici bevragen op hun visie. Op waar ze naartoe willen met ons land. Ja. Op de idealen die ze hebben. Ik denk dat we er allemaal naar snakken. En op de een of andere manier... vinden we ook allemaal dat we een zak wortelen moeten nemen... maar is het dan toch af en toe die chips die je dan toch weer toch pakt? Wel, hè? Ja. Ik begreep wel, Stavros, jouw vrouw is actief in Tilburg. Ja. Bij het CDA. Ja. Ik kan me voorstellen dat ze daar denken... en dat zou ondenkbaar zijn geweest... ik mag hopen dat we worden uitgenodigd nog. Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Ja. En tegelijkertijd kan ik me ook heel goed voorstellen dat je zegt... van ja, als we een Omtzigt hebben die op 31 zetels in de peilingen staat... en een CDA wat op 4 zetels staat... en je hebt ruimte voor 4 mensen in een debat... dat je dan niet die 4 zetels pakt. Dus de enige oplossing is net door Wart gesuggereerd... is dan toch meer tijd nemen om meer de pluriformiteit te laten zien. Ja. Ik zou dat heel leuk vinden als kijker. Maar ik zou me jij bent een fijn proever. Ik zou wel inruimen en dan toch even een uurtje Laurens Dassen pakken. Ja. Een omnivoor ben jij, hè? Dat is het. Maar dat komt wel dus jaren terug, heel lang terug... schreef een Amerikaanse wetenschapper Neil Postman... een prachtig heel klein boekje, Amusing Ourselves to Death. En dat ging over de verandering als je wat je ook medieert via televisie... het wordt altijd entertainment. Ja. Dus het moet dan ook een entertainmentwaarde hebben. Niet alleen een nieuwswaarde, maar ook een entertainmentwaarde. Ja, dat is ook het spanningsveld volgens mij wat we net bespraken. We hadden gisteren een rondje gedaan bij alle programma's van wat gaan jullie doen? Maar er wordt nog heel hard nagedacht en heel hard gewerkt. Dus wat dat betreft wordt vervolgd. We hebben wel de YouTube-serie House of Politics. Angela, dat komt terug. De VPRO bezoekt lijsttrekkers thuis. En die gaat dan op zoek naar de persoon achter de politicus. Goede aanvulling. In de daar heb ik me nou echt de afgelopen keer echt dood aan geërgerd. Het feit dat mensen, politici, maar dat heb ik hier al eerder geroepen... de laatste tijd talkshows heel goed mijden. Ik bedoel, voorheen in de tijd van Pauw en Witteman... kon je echt na een spannend debat zaten... de hoofdrolspelers van dat debat zaten s'avonds aan tafel... en die blikten daar nog op terug. Mm. Inmiddels is het niks. Ik bedoel, je hebt inderdaad de usual suspects. Caroline van der Plas die wel komt, Jan Paternotte die wel komt... en voor de rest is het af en toe een minister die wat te verkopen heeft... maar nooit meer als die in de problemen zit. En nu opeens met verkiezingstijd maakt het allemaal niet meer uit... gooit iedereen zelfs zijn voordeur open... die ze normaal toch echt heel graag dicht houden... en dan zien we dat Kaag op een bank zit met vlekken. En weet ik voor wie. Nou, dat maakt het menselijk. Dat trek ik echt heel slecht. Je ziet liever niet die persoon dan achter de politicus. Ik zie heel graag die persoon, maar die zie ik graag 4 jaar lang. Ja. Hoe kunnen we zorgen dat Kaag op het moment dat ze in problemen is... weer bij een talkshow aanschuift? Dat is dus de vraag. Ja, dat is een hele goeie. Want volgens mij hebben ze allemaal gezien dat het gewoon geen bal uitmaakt... of ze daar zitten of niet. Want dat hebben wij ook met Vrij Nederland. Het politieke interview was heel groot in de jaren 80. En dan kon je altijd langs en dan kon je uren praten. En ook bij iemand thuis en dan ging het over meerdere keren langskomen en dan mocht je meelopen. Ja, en nu is het team rond de lijsttrekker gaat bepalen... welke vragen er gesteld mogen worden. Dus wij doen het gewoon niet meer. Maar wij er zit zo'n angst voor afbreukrisico, voor schadelijke dingen. Ja, precies. En dat is wel iets wat we met z'n allen hebben gecreëerd, hè? Maar is het zo dat het en ze hebben hun eigen podium. Want ze hebben allemaal hun eigen YouTube-kanaal. Filmpjes die ze kunnen knippen en doen hoe ze eruit kunnen komen. Dat wordt natuurlijk heel vaak Forum voor Democratie verweten. Maar dat doen alle partijen. Ja. Ja. Maar is het zo dat het niet meer gebeurt? Ik kan me herinneren dat laatst na de val van het kabinet... op zaterdagavond de reflectie met de hoofdrolspelers... Zeker. Maar dat was ook op de asiel. Maar dat viel iedereen ook op, had het erover dat het een keer gebeurde. In de televisierubriek ben je daar volgens mij nog op teruggekomen. Ja. Het kan dus wel. Zeker. Een fantastische uitzending. Ja. Mede door twee presentatoren die heel goed waren. Die ook bijzonder goed ingelezen zijn. Maar het feit dat daar zo uitgebreid over gesproken werd... zegt misschien ook wel iets over dat het als een unicum werd. Ja, maar waarom kan dat niet vaker dan? Ja, dit was echt een unicum ook dat die drie toch bekende politici daar wilden zitten. En ook een soort introspectie pleegden van wat heb ik fout gedaan. En niet alleen maar jij bakken van jullie dit en dat. Het was echt heel verhelderend, vond ik. Ja, en waarom gebeurt dat niet vaker? Ja, omdat het ook kwetsbaarheid vraagt. En dat die niet gegeven kan worden, denk ik. Ik bedoel, dat wordt afgeraden. Maar het pleidooi...
dat het wel vaker mag, dat is duidelijk. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.